Maar ik ben helemaal al in de glitter. Ik denk, ja, ik doe weer wat glittertjes aan. We lopen richting de feestdagen. Ook mijn truitje die eronder zit, heeft ook glittertjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien als ik mijn beweegtje zelf niet. Ja, zijn mijn lieve meisjes niet lief? Ik vind mijn meisjes lief, ja. Mijn lieve meisjes zijn lief, ja. Ja, ja. Moet jij zuchten, Rijke? Godje, dikje. Hele goede namiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer. Het is vandaag zaterdag, de 9e van de 12e 2023. En we leven alweer bijna om 4:15 dat ik jullie erbij pak. Maakt niet uit hoor. Nee hoor, helemaal niet erg. Het is maar net hoe je je dag eventjes in moet vullen. En wat er allemaal tussendoor komt, et cetera. Ik ben weer terug naar bed gegaan, want ik was niet helemaal happy, niet in orde, wat misselijk. Komt ook mede door het weer, maar ook werd ik vanochtend ruw gestoord in mijn slaap. Dat ik had gelijk pijn in mijn hoofd, ben ik er wel uit geweest, et cetera. Maar ik ben er weer terug ingedoken, want het wou gewoon niet. Ik denk, ja, het zakt wel even met die meiden naar buiten, weet je. En dan ga ik straks weer, maar het is... rot weer. Ja, netjes gezegd, rot weer. Niet leuk, maar het zijn wel kleine heuveltjes gelukkig. Daar ben ik wel weer aan de ene kant blij mee. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ja, hele kleine heuveltjes. Ik moet hier reclame naar te wiebelen. Ik hoop dat jullie het nou wat beter zien. Ja. Ja, en dat is op die andere net zo, althans, de net hier. Hele kleine heuveltjes. Nou ja. Dat valt dus reuze mee. Dus we gaan er straks wel er doorheen. Maar ja, het is je warm aankleden. Het is 7 graden. Maar vanwege de wind voelt het aan als 3 graden. Dus het blijft koud. Ja. Heb ik nog een haar in mijn mond ook. Maar ik ben helemaal al in de glitter. Ik denk, ja, ik doe weer wat glittertjes aan. We lopen richting de feestdagen. Ook mijn truitje die eronder zit, heeft ook glittertjes. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien als ik mijn beweegtje zelf niet. Maar ja, in ieder geval. Helemaal leuk. Ja, de mouwen zit geen glitter op. Het is enkel het lijfje. Maar ja, helemaal leuk. Gewoon gezellig. Het is oud spul hoor. Daar niet van. Wat gaan we beleven? Oh, die zit op die dat ding te bijten. En de ander is er niet mee eens. Ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kan gewoon gebeuren. En ja, het is dus al reeds laat. Ik moet, als ik straks terugkom met de meisjes, moet ik weer naar boven toe. Moet ik wat ophalen. Want ik moet nog dingen inpakken voor onder de kerstboom. Ja. Voordat er straks eentje onverwacht gaat komen, die hoeft niet te weten wat de ander krijgt, weet je? Nee. Ik heb dus één ding hier staan en de rest moet ik ophalen. En dat moet ik inpakken. En dan gaat er, even zien, maandag krijg ik sowieso Willy. Dus komt het cadeautje van Willy eronder te leggen. En voor de rest laat ik het in de tas. Als ik weet van wie komt... Dat cadeautje gaat onder de kerstboom. Ze hoeven niet van elkaar te weten hoe en wat. Ja, toch? Dat is helemaal leuk. Helemaal gezellig.
Dus ja, dat gaan we gewoon ook doen. En we komt het allemaal gewoon goed. Ja. En ik heb andere oorbellen in. Ja. Ja, deze heks is nou helemaal ook gek van bling, 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 bling. Kan ik niks aan doen. Zoals deze heks nou eenmaal. Ja, maar in ieder geval. De meisjes die zitten hangen liggen op de bank. Zitten hangen liggen. Hé, joh. Ja. En als ik weer terugkom, dan moet ik ook in die twee kaars die op de tafel liggen weer de batterijen doen. Die staan daar nou achter de Google Hub in het stopcontact. Kunnen er dan ook wel weer uit, dan is lang die 7 uur is alweer voorbij. Maar in ieder geval, lieve vrienden, met door blijven kletsen komen we er ook niet. Dus ja, ik zeg gewoon, geniet verder van jullie namiddag. Doe wat jullie doen, moeten doen, willen en doen gaan. En maak je klaar voor hetgene wat jullie doen gaan. En ik ga het weer in. Ja, het slechte weer. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, zijn mijn lieve meisjes niet lief? Ik vind mijn meisjes lief, ja. Mijn lieve meisjes zijn lief, ja. Ja, ja. Moet jij zuchten, Rijke? Godje, dikje. Nou, ik heb druk bezig geweest aan deze tafel. Die had ik weer voor de helft leeg gehad. Omdat ik cadeautjes heb ingepakt van onder de kerstboom. Ja. Yeah. Dus ja, degene die hier een cadeautje verwacht, die komt zichzelf maar halen. Ja. Dus, inclusief uit Den Haag. Ja, die komt zichzelf maar halen als ze wat willen hebben. Ja, nou ja, dat moet ik nog steeds rondbrengen en op de post doen. Vandaag geen postzegels gehaald. Ja, dat moet nog opgeruimd worden, maar dat doet een begeleider van mij. Nou, voor de rest is het weer netjes. Ik heb deze kaars, die gaat naar de kringloop. Die kunnen wel met iemand een rondje doen, maar bij mij gaat die weg. Nou, die kaars, die bal heb ik gewoon voor de lol erin. Want daar is het dingetje van Kadoek. Dat oogje is Kadoek. Dat oogje is stuk. Dus ja, voilà. Nou, en die kan branden, dat gaat straks gebeuren. En ook gaan hier kaarsjes aan. En mijn laserstraal die is uitgegaan. Waarom? Jongens, mag het weten. En dan wil ik niet aan met de AB. Nee. Ja, en ik heb nog een AB. Maar die wil ook niet doen. Hoe ik ook dat batterijtje erin doe, hij doet het niet. Hij doet het helemaal niet. Er is een nieuwe zit erin. Ja, nou, ik begrijp er niks van. En met deze, waar ik hem altijd mee aan doe, doet hij het ook. Moet ik eerst een boel uitdoen. En dan wil ik het weer aandoen. Zit ik weer in het gat. Ja, hij doet het weer. Ah, misschien door de regen. Ha, dat deed hij het niet hoor. Ik heb 3-4 keer geprobeerd. Ja, nou, hij doet het weer. Ik ben er blij mee. Ja, echt wel. En het waait als een raket. Ja. Maar ik vind het wel weer mooi. Ja. Alles doet het, alles doet het. Ja. Ook op de picknicktafel doet het. Alles doet het, alles doet het. Ja, ik ben er helemaal super blij mee. Oh, Christmas Star. Ja. En nou is het 8:50. Ik moet nog eten en al. Kunnen jullie nagaan? Ja. En ik heb het nergens zin in. Nee. Ik heb maar een beetje koffie. Ja. Helemaal geen zin vandaag. Nee. Ben je heel lief. Jullie koekie.
Moet je koekie? Oh ja? Moet jij ook koekie? Wie moet er een koekie? Wie moet er een koekie? Kom dan. Wie wil er een koekie? Kom dan. Kom dan. Rijka. Kom dan. Nou, kom. Dat zijn we. Kom dan. Nou, dat ging niet van harte wel. Ik denk, ik zal jullie verwennen omdat jullie zo lief zijn. Is het weer niet goed. Hé? Malle meisjes. Ja, malle meisjes. Maar ik ga even die tas in de kast zetten. Want dan staat hij uit de weg. Dan staat hij niemand in de weg. Dus de rollator gaat even naar de kant. Nou, de rest is allemaal... En dat een pak papier gaat ook eventjes weg. Dan moet ik morgen enkel de ladder eventjes in de schuur zetten, want die hebben we ook niet meer nodig voorlopig. En ik moet nog één cadeautje halen en dat is, dat ga ik nou niet zeggen, nee. Want die volgt mij ook, dus ja, dat gaan we niet zeggen. Nee. Dus. Nou, dan gaan we de kast even open doen. Hoppata. Hi. Oh, toen stond hij een beetje te dichtbij, die bank. Ja, moet ik hem dus zo eventjes... Zo doen. Ja, dat komt omdat jullie er iedere keer op brachen, hè? Ja. Komt omdat jij er ook op bracht. Ja, jij ja. En die daar. Die draait de kop al om van, ik kan niet door. Ja, dan moet toch eentje de schuld hebben, hè? Ja, nou, wat zullen we doen? Als we dat nou even opschuiven. En die even opschuiven. Kan die tas daar staan. 1, 2. Hop, 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 hop. Ja. Leg je weer uit. Ja, echt waar hoor. Hij kijkt voor je pootjes. Ja, dat dacht ik. Zo. En dan, nee, dat valt mee. Hij moet hier al. Moet hij nog die kant op. En dan moet hij hier al opgeschoven worden. Maar dat lukt me niet. 1, 2, 3. Hè? Nee. 1, 2. Zo. Ja, dan staat hij daar tegenaan. Zo. Zo. Dan staat hij daar weer op een klem. We gaan kijken of die deur fatsoenlijk open kan. Anders moet je deze kant naar voren en die kant weer naar achteren. Dat kan altijd, maar net. Ja, zie je wel, dan komt hij er niet tegenaan. Net niet. En zo wordt het. Of niet dan? Ja, hè? Opgeruimd staat. Netjes. Vergeet ik nog dat papier? Nou, dat gaan we nu even doen. Jo. Het papier. Ik kan er ook even in. Ja, echt waar. Zeker te weten. Ja, die zijn wel lekker nieuwsgierig. Hé, ja hè. Of niet dan, Elwin?
Ben je nieuwsgierig? Die wel, hè? Allebei. Ja, allebei zijn ze nieuwsgierig. Ja, allebei nieuwsgierig. Ja, echt wel. Nou, dan gaan we weer omdraaien. Zo. Klep je weer terug. Zo. En dan zijn we er weer. Ja, nou, dan moet ik die trap morgen nog de schuur in zetten. En ja, de keuken, hè, even een beetje opredderen. Meer niet. En ja, morgen zijn de winkels gesloten, dus ja, ik hoef ook niet morgen om boodschappen. Tenminste, ja, de supermarkten zijn wel open, maar ik bedoel, waar je pasregels kunt kopen. Nou ja, dat is dicht. En dat is de Bruna. Ja, wel bekend. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken en ik ga even een broodje klaarmaken en dan ga ik even televisie kijken. En ik moet nog eigenlijk een vlog in elkaar zetten, maar daar heb ik niet zoveel fut in. Dus we zien wel, ja. En ik moet naar het toilet, ook dat moet nog. Dus, maar ja, komt allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En ik zeg, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, en toen was de tijd weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja, ook dat nog. Hé, Rijka, of niet dan? Ja, hè, ga je erbij liggen, meisje? Ik mag ook. Ja, wij gaan weer een bedje toe. Lekker slapen en morgen hopelijk weer gezond mogen opstaan. Zonder te veel pijntjes. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. Het is morgen zondag, het tweede adventszondag. Degene die naar de kerk toe gaan, een hele fijne, prettige, liefdevolle kerkdienst gewenst. Degene die thuis kijken via gebeuren, hè, het internet gebeuren, ook daar geniet ervan en kom tot elkaar, ga met elkaar, wees lief voor elkaar, ga in vrede. En ja, wat moet ik nog meer zeggen daarover, hè? Jullie weten het zelf wel. Ja, wees gewoon lief. Ja. Maar in ieder geval, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!